Hi allemaal! Hoi! Jullie zien in beeld vier LOL surpriseballen. Ik heb ze gekocht via eBay en via Marktplaats. Of alleen via eBay, dat weet ik niet meer precies. Ik heb ze al een tijdje in huis. Dit zijn in ieder geval vier LOL poppetjes of diertjes. Zit er een petsbal bij? Nee. Poppetjes die we nog niet hebben, die jullie nog niet hebben. Wat ik hier wel een beetje gevaarlijk aan vind, is dat, kijk, deze zakjes zijn nog dicht. En de persoon die dit verkocht heeft, die weet dus al welk poppetje hierin zit. Maar het kan ook een foutje zijn, hè? Ja. Dus ik hoop maar dat het wel klopt. Welke bal gaan we nu als eerste openmaken? Die. Het eerste laagje is er al vanaf, toch? Nou, hij is er vanaf. Hij is er weer opgetaped of zo. Volgens mij niet. Oh, met plakband. Ja. En toen zagen ze de hint. Hier, de rebus. En toen wisten ze al wat het zou kunnen zijn. En de rebus is? Shine bright like a diamond. Oeh, en dat betekent, wat voor bal zou dit dan moeten zijn? Een gouden. De ritsluiting was best wel lastig. De stickertjes. De laatste tijd heb ik toch vaak problemen met die iMovie app, want het geluid was weer weggevallen. Het eerste zakje hebben we geopend. De meisjes zijn heel erg blij. Die denken te weten welk poppetje erin zit. Ik weet het zeker. Ja, je weet allebei zeker? Nou, ik weet het niet, want ik notabene een poppetje besteld heb. Of in ieder geval de bal. En dit is de beker die eruit komt. Een roze beker met een glitter. Dit is denk ik een van mijn favoriete glitters. Een van je favoriete glitters? En welke serie is dit dan? Dan denk ik serie 2W2. Serie 2W2, wat denk jij? Volgens mij... Ja. Dan ruimen we zo meteen wel op. Het volgende zakje. Ik ben nu zo bang dat als ik op stop druk, dat ik er weer achter kom dat het geluid niet opgenomen is. Ik hoop dat dit geen foutje is. We gaan toch maar even verder. Ja, dat hoop ik ook. Het is... Het zijn... Roze schoentjes. Roze schoentjes. Klopt dat? Met wat jullie... We hebben vier ballen te gaan, hè, in deze video. Drie nog hierna. Het laatste laagje gaat er van af. De outfit. Outfit komt er nu aan. Het is... Roze met glitters. Roze met glitters en een topje. Ik dacht dat het topje weg was. Oh, het is paars. Paars rokje. En een roze topje. Maar het is niet uit de glitterserie. Nee. Ja, ik ben niet uit de Ik ben het echt helemaal kwijt. Ik heb geen idee. Het is wel van de Glitterati Club. Ja. Deze hier? De Glitterati Club heeft altijd glitters. Dus. Een Dit is mijn favoriete stuk van het poppetje. Een hele mooie diadeem met bloemetjes, rozen denk ik. Een flower crown. Dat klinkt toch veel leuker dan een diadeem. Nee, ik zal de kaart nog niet bijpakken. Dan is het nu tijd voor een kopje. En het is... Het zit stevig vast, daar komt ze. Sugar Queen. Oh. En dit is Sugar Queen, helemaal aangekleed. En wat is ze zoet, met al het roze en paars en glitter. Ze heeft schoentjes met strikjes aan de zijkant en een mooie glitterbeker. Nou, we gaan haar straks wat te drinken geven en haar in ijswater doen. Misschien doe ik dat wel zonder jullie, want we hebben nog wel even wat ballen te gaan. En dan wordt het misschien wel te laat. Dus eerst maar door met de volgende bal. En welke is dat? De gouden babybal. Een gouden little sister bal. Was al open. Lastig om hem dan nog dicht te krijgen. Ik voel hier een accessoire. Ik voel hier een... De baby? Poppetje. En een tas. En de ring. En de ring. En de ring is goud. Ja, kan er wel ook wel... We kunnen eerst beginnen met de ring. Dat is goed. Ik wilde net zeggen, ik maak hem niet open, maar goed. Heb ik nu snel gedaan. De hint is... Future Star. Future Star. Ik denk dat ik het weet. Ik ook. Ik denk dat ik 99% heb. 100. We hebben al een grote zus. Ja. Oké, nou dan wacht ik even. Op de achtergrond zien jullie nu een gouden bal. En daarin zit de grote zus van dit poppetje. Althans, dat denken jullie, hè? Ja. Ja. Nou, accessoire.
Klopt dit? Ja. Met wat jullie denken? Ja. Misschien is het wel een foutje. En dan, oh nee, dit is het poppetje. Dit is de tas. Oh. En dan weer de tas. De queen. De queen. Dus. De queen of. Hearts. Dat wilde ik net zeggen. Van de Alice in Wonderland. Gouden tas. Oh. Het is Little the Queen. Little Queen. Zeg je dat zo? Little the Queen. Little the Queen, is dat ook zo? Zo even kijken op de kaart. Ze heeft een... holografisch? Of zijn dat glittertjes echt... op haar beentje. Wat zeg je? Heeft ze nou holografisch haar? Of ja. Heeft ze gewoon allemaal gekleurd haar? Nee, ze heeft allemaal gekleurde glitters. Gekleurde glittertjes. En wat is dit? Een cape. Oh, nou, niet een slabber. Ja, ik denk dat het een showtje achter iets is. Maar het is wel moeilijk om aan te doen. Ik zal even kijken. Moet ik ze eigenlijk even onthoofden, maar dat vind ik zo zielig. Het is volgens mij geen cape. Nou, ik ga het even doen met de camera uit. Ze wil vast niet in beeld met haar hoofdje eraf. Nou, dit viel niet mee. Dit was heel erg lastig om te doen. Oh, het zit nog steeds niet goed. Kijk maar. Haar hoofd. Het hoofdje. Oh. Nu wel dan. Ja. Oh, en dan is het toch weer het sjaaltje of de cape losgegaan. Nou ja, ik laat het zo. Ja, dat viel me even tegen. Ik heb ook het speentje er per ongeluk uitgetrokken. Nee, ze die was zwaar. Dat is niet de bedoeling, hè? Ze is verbaasd dat hij eruit is. Dat speentje moet ook echt eigenlijk erin blijven zitten. Oh, wat heb ik nu weer gedaan? Oh, ik kan, kan jij dat doen? Nou, doe jij dat erin? Laat ik de tas nog even zien. Wordt wel meteen weggegeven, hè? De queen staat erop. Weet je wat ik kan doen? Ik kan natuurlijk deze bal vast erbij pakken. Even kijken of het klopt dat dit de grote zus is. En het is de grote zus met een cape en een hartje erop. En een beker met een gouden glitterdeksel. En nu hoop ik dat in de tussentijd haar zusje speentje neemt. Nee, bijna, ja. Kijk. Tada! Hebben we weer een grote zus en een kleine zus compleet. Ja. Nog twee ballen om te gaan. Eerst de Little Sister bal en daarna nog een confetti bal. En de hint hebben we al van de Little Sister bal. Een steen en een deur. Ik denk. En dat is? Knockout. Wat zei jij? Ik denk knockout. Knockout. En jij zegt? Rockout. Rockout. Inderdaad. Maar wat betekent dat? Want ik wist niet wat dat rockout betekent. Uit. Ja. Rock is uit. Maar, nou, ik snap het niet helemaal. Ik denk dat ze bij een rockclub zit. Ja. Aha. Ik wil dolface heel graag. Dolface. Het zijn lichtroze zakjes. Met stippeltjes. Is dat altijd al? Nee. Ik heb echt geen idee. Deze eerst openmaken? Ja. En hier is het. Een ring. Tadaa. Een ring. De streepjes heeft het poppetje. Of niet? Nee, het is tas. Oh. Als het ware. Je hebt nog geen idee, hè? Nee. Jij? Nee. Ik krijg hem niet open. Ja. Rode schoentjes. Ze doen me ook een beetje denken aan roze. Oeh, ik heb een idee. Rode schoentjes, ze doen me denken aan roze. Nee, maar ze zijn niet echt rood. Ik vind ze meer heel licht. Lichtroze, koraalrood. Ik vind het toch een beetje koraal. Nou ja, ik vind ze rood. Kijk, op de achtergrond zie je rood van de tas van The Queen. Dat is rood. Ik heb een idee. En door. Je hebt een idee wie erin kan zitten. Ja. Oh, wil je grote zus erbij pakken? Nee, want we hebben geen grote zus. Oh. Dat vind ik het leukste antwoord. Wil je hem erbij pakken? Nee. Wat is dit? Oh, dit vind ik een leuke tas. Niet twijfel ik. Superleuke tas. Zo schattig. Maar weet je het dan nu? Nee. Nee? Maar ze is zo schattig. Ja, ik denk dat het toch niet meer weet. Rock out en het is in Engeland. Nou, zo. Waarom kan dat niet? Ik weet het. Oh, dit is het poppetje. Het is... Chiquibay. Oh, die vind ik echt leuk. En hier zien jullie Cheeky Babe met haar rode schoenen aan. Koraal schoenen. En haar mooie tas. Ze heeft heel cool haar. En ik denk dat dat speentje gaat verkleuren in ijswater. Wat denken jullie? Ja. Ik denk het ook. Ja, ik hoop dat we dat in deze video nog kunnen laten zien. Superleuk. Ik vind haar echt heel erg leuk. Ja, ik vind het superleuk. En met name die tas, die maakt het helemaal af. Oké, de laatste bal is
Is dat wel een confettibal? Nee. Dat dacht ik eigenlijk. Is het zo, hè? Nee, het is geen confettibal. Oké. Welke zou er dan in zitten? Eerst maar de beker. Ik zou het moeten weten. Ik heb hem besteld. Een oranje beker met een roze deksel. De deksel is een beetje... beschadigd. Daar lijkt het op, hè? Meteen het laatste laagje. Ja, wie heeft die? Wat wil je eerst? Die. Oh, wat is hier een kind? Deze weet ik. Oh. En het is? Trophy winner. Wist jij het ook? Nee. Trophy winner. Sportief meisje. Klopt dat dan? Ja. Dan heb ik een idee. Wil je iemand erbij pakken? Nee, want we hebben niks van haar. We hebben niks van haar. Oh. Het zijn witte schoentjes. Ik heb een idee. Sneakertjes. Kan dat? Ja. Nou, dan gaan we verder. Ik had toch al iets eruit gepakt? Hier. De beker, volgens mij. Oh nee, de outfit. Outfit. Oh, ik weet het. Ik weet ja. het. Kijk. Zeker weten wij dat, hè? Ja, het wordt al weggegeven. Ja, deze wilde ik zelf ook heel erg graag hebben. Voor onze collectie. En ze is gewoon ook heel leuk. Maar heb ik dan even kijken. Ik heb een beker, ik heb schoentjes en ik heb een outfit. Oh, ik dacht dat we de beker misten. Maar dan heb ik alles al uitgepakt, hè? Ben nu toe aan het poppetje, toch? Ja. Nee, maar ik heb nog twee zakjes. Een accessoire en het poppetje. Dan gaat nu de accessoire... erbij. En dat is een sportpet. Ik dacht dat het een tennisracket zou zijn. Dat leek me wat leuker. Ja, ik denk maar als ik het denk... een hoe heet het? Een tennisser? Nee, een confettibal was geweest. Want daar vind ik iets meer accessoires bij zitten. Oh ja. Ja. Wat aparte accessoires. En als het een tennisracket is, dan kan ik het niet vasthouden. Want wie hebben we hier? Kortje. Ja. Oh, hoe heet ze? Koortschamp. Koortschamp. En dat betekent? Ingevlochten vlechtjes. En van die leuke Mickey Mouse knotjes. Ik vind het mooi dat deze lichter zijn dan de andere. Zat het lijkt alsof er knotjes in de chocoladefondue zijn gestopt. Of pindakaasfondue of zo. En zo is Koortschamp helemaal aangekleed en dan is het helemaal af. Ik vind haar super, super, super leuk. Ik ook. Nou meisjes, het wordt nu heel moeilijk, want jullie mogen beginnen met kiezen. En jij vond het goed als je zusje als eerste ging kiezen? Ja. Nou, wie neem je? Sugar Queen. Sugar Queen. En wie kies jij dan? Ik weet het niet. En dan meen ik echt. Cheeky Babe. Cheeky Babe voor mijn dochter van 11. En dan hebben we nog Koortschamp over en The Little Queen. En wie kies jij dan? Zeg maar. Ja, ze keek echt naar me van kan ik dit wel maken? Maar ja, ze is aan de beurt om te kiezen. En dan blijft voor jou Koortschamp over. Ja. Sugar Queen heeft nu genoeg te drinken gegeven. Ik ga even haar mooie bloemenkroon afdoen. Want ik ga nu voorzichtig in haar hoofdje knijpen en dan laat ik zien wat haar waterkracht is. En we hebben weer een plaspopje. De meisjes zijn hier niet bij. Ik laat het even zonder hen zien. En wat betreft Koortschamp kan ik kort zijn. Want wat ik ook heb geprobeerd, ik kan haar niet te drinken geven. Ik heb zelfs heel gemeen met een dikke naald in haar mondje geprikt. Om te kijken of het daar misschien verstopt zat. Maar nou ja, helaas. Koortschamp wil niet drinken. Eens kijken wat er gebeurt als we Koortschamp in een glas ijswater doen. Het is echt ijskoud, want volgens mij is het zelfs een beetje vastgevroren hier bovenop. Omdat ik het glas in de vriezer heb gezet. Oh ja, moet je kijken. Ja. Nou, ik haal dit er even uit. Ik kan het ook iets beter zien. Anders past ze niet eens meer in het glas. Ik laat haar pet op. Nou, die verkleurt niet. En verder verkleurt ze ook niet. Ik denk dat Sugar Queen ook niet gaat verkleuren. Omdat ze allemaal glitters heeft. Nee, dus zij kan er ook uit. En dan gaan we nu verder met Cheeky Babe. Ja, Cheeky Babe wel. Kijk, even iets dichterbij halen. Ik heb er toch maar een glas warm water bij gehaald, zodat ik het beter kan laten zien. Dit is Cheeky Babe zoals ze normaal is. En dit gebeurt er in ijswater.
En zo is ze dus weer zoals ze zonder verkleuring eruit ziet. En nu vergeet ik bijna om haar achterkant te laten zien. Kijk, een kroontje. Geen kroontje. En wel een kroontje. Deze kleine glitterkoningin zal niets doen. Maar je weet maar nooit. Nou, kijk eens. Ik had het verkeerd. Ze krijgt handschoenen aan en haar speentje verkleurt. Oeh, dat had ik niet verwacht. Dus zo ziet ze eruit. Als ze niet verkleurd is, rood speentje, geen handschoenen. En als ik haar dan in ijswater doe, gebeurt er dit. En dan is het nu tijd om deze video af te sluiten. We hopen dat je hem leuk vond. Voor nu, bedankt ervoor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!